Hallo jongens en meisjes, welkom bij de Snuitertelevisie. Hebben jullie er zin in? Ik wel, want wij gaan nu kijken naar een snuiteravontuur, naar een tekenfilm en ook nog naar een quiz met Pug en Pedder erbij. Maar eerst het snuiteravontuur dat zich afspeelt op de... Oh ja, de kinderboerderij, met mij in de hoofdrol. Heel leuk avontuur. Dat is toch veel te vroeg, joh. Ik ga nog een paar minuutjes door met slapen, hoor. Nee, meneer de hooisnuiter, u moet wel opstaan. Hooisnuiter, wat is wakker? Wakker worden? Oké. Wat zei jij nou, wakker? Auw! Auw, auw in mijn rug. Auw, precies in mijn rug. Auw! Auw, wat moet ik nou doen, De dokter bellen, ik kan... Zo. Auw. Ja, hallo, snuiterdokter. Spreek ik met de snuiterdokter? Nou, ik heb zo'n pijn in mijn rug, maar ik kan helemaal niet meer bukken. Rustig aan doen. U zegt rustig aan doen, maar ik heb hier een kinderboerderij. Met geiten en konijnen en zo allemaal. Toch rustig aan doen. Nou, dan verzin ik wel wat. Ja, dag snuiterdokter. Hoe ga ik dat nou doen? Puk! Een bellen! Puk! Bellen! Puk! Een bellen! Is het de hooisnuiter wat ik hoor? Ik denk het wel. Waar is hij? Oh, daar is hij! Dokter! Puk! Bellen! Help me nou, want ik mag niet veel doen. Auw, vandaag! Puk! Auw! Bellen! Puk! Bellen! Puk! Bellen! Hooisnuiter! Hooisnuiter! Nou, goeiedag, Puk en Bellen. Nou... Ik zal het jullie eens even vertellen. Ik werd vanmorgen wakker en ik had een hele erge pijn in mijn rug. En ik kan gewoon niet meer bukken. Pijn in je rug? Ah, joh! Hou! Wat is er nu weer? Nou, dat is mijn rug dus. Ja, dat doet pijn hoor, Puk. Maar dat het probleem is dus nu, daarom heb ik jullie geroepen. Ik kan niet meer bukken. Dus ik kan hier helemaal niks meer doen in de kinderboerderij. Dus nou moeten jullie mij helpen. Helpen? Ja. Ja. Zou dat kunnen? Ja, maar we weten niet hoe dat moet. Oh, maar dat is heel makkelijk. Je hoeft alleen maar hier een beetje de hokken schoon te maken, de dieren te verzorgen, ja. Wat te harken en wat hooi bij elkaar pakken, vers hooi en zo allemaal. Ja, en dieren voeren. Dat is ook heel belangrijk. Ja, maar hoe weten we nou welk voer welk dier nodig heeft? Nou, de dieren kunnen hier praten, dat kun je gewoon vragen. Dan vraag je gewoon aan een kip, wat wil jij te eten? Praten? Ja. Praten? Ja, de dieren praten hier gewoon hoor. Meen je dat nou? Dat staan. Ik heb ze nog nooit horen praten. Jawel. Dat is echt waar. Hier in de buurt, nou, je hoeft het maar te vragen. Dan zeg je gewoon van bijvoorbeeld de kip, wat wil je te eten? En dan zegt ze, wat, doe mee, waar, wat, brokjes of zo, dat zegt ze. Ja, dan gaan we dan eens eventjes kijken hoe dat gaat. Nou, dan loop ik mee. Dat is goed. Ja. Auw. Gaat ie? Ja, auw. Volgens mij is het stil. Moet je eens kijken. Ja, daar zijn we. Auw. Hoppakee. Pug, een beetje voorzichtig daar en hier zo, want ik heb het nog altijd in mijn rug, hoor. Dat was toch voorzichtig? Snuiters. Goeie. Roepen. Nou, Ja, vertel me wat we moeten doen, hooisnuiter. Nou, jullie kunnen alvast het hooi verversen, de dieren te eten geven, de stoep vegen, het varken schrobben. Ja, Puk, dat kun jij heel goed doen, het varken schrobben. Varken schrobben? Nee, ik niet. Ik ben. Kun jij het varken schrobben? Okay. Ja, dan mag jij het doen. Aan het werk. Wat hoor ik nou? Wat hoor ik nou? Het varken schrobben? Nou, mij niet gezien hoor. Wegwezen hier. We'll be right back.
schiet nog eens een beetje op. We moeten nog zoveel doen. Hup. Oké. Schiet op. Snel. Ja. En, wat is uw lievelingseten? Een broodje gezond. Puk, bellen, alles bij elkaar. Snuiters, het hooi een beetje opkloppen. Meer bij elkaar en opruimen. Helemaal opruimen. Ja, weg daarmee. Ja, ja. Volgens mij, hè, valt het allemaal best mee. Volgens mij heb je gelijk. En wat denk jij? Is het echt? Nou, ik weet niet of jij wat kon vinden, maar hier zit niks in de grond. En ik heb toch wel trek in een broodje kroket. Goedemorgen, heren. Ontbijtje. Dat is lekker, hè? Lekker, lekker. Ik had al gevraagd om een broodje kroket. Nou, smakelijk en tot ziens. Meneertje Pelle, kan ik ook wat krijgen? Of gaan we vanavond weer dineren in het restaurant? Zeg mevrouwtje Puk, ga de snelweg met die hark hier. U bent hier op privégebied. Zo Puk en Pelle, echt heel perfect. Ga zo door. Goed zo, doorgaan. Ik weet het zeker dat de hooisnuiter ons voor de gek houdt. Nou, ik weet het zeer zeker dat hij ons voor de gek houdt. Inderdaad, inderdaad. Hij houdt jullie voor de gek. Nou, pannenkoeksnijter, ik weet het wel zeker. Ik wil op de boerderij gaan werken. Oh, maar het is ook erg gezellig hier met die lieve dieren allemaal. Ja, ze gaan verzorgen en zo. En, zo, we zijn klaar. Zet erop. Moet je daar eens kijken. Zie je nou wel dat ik gelijk had? Hey, Puk en Pelle, snijders bedankt, hè. Doei.